30 km per uur is de maximumsnelheid op de Nijmeegse Dalmarasweg. De verbindingsweg tussen Universiteitscampus en de Groesbeekseweg. Maar niet veel automobilisten houden zich aan die maximumsnelheid. In combinatie met smalle fietsstroken zorgt het voor onveilige situaties, vooral voor fietsers. Daarom klinkt al jaren de roep om verbeteringen, zoals bijvoorbeeld hogere verkeersdrempels. Nu gaat er eindelijk wat gebeuren. De gemeente trekt 100.000 euro uit voor maatregelen om de weg veiliger te maken. Welke dat worden is nog niet bekend, maar aan het eind van dit jaar moet de weg zijn aangepast volgens de gemeente.